Ja, Toontje den Dwerg. Oh, daar had ik goede ideeën voor, weet je dat. Ik had contact gehad met China Plastics. Om wat PR-materiaal te verzamelen. En ze hadden nog wel een mal liggen. Een klein malletje. Van een kaboutertje. Nou, dat zou dan Toontje den Dwerg kunnen worden. Een beetje opschilderen. Nou, fantastisch. Voorgelegd. Martijn, Inge. Je werd gewoon van tafel geveegd, hè. En denk van, goed, ik wil me er best mee bemoeien. En ik denk dat ik best goede ideeën zou hebben. En volgens mij werkt het ook. Kijk, als je zo'n filmpje, maakt, is het goed dat er iets bij zit, zeg maar. Hè? Dat je mensen iets ook gewoon mee kunnen nemen. En dat het groter wordt. En stropdasjes. Dat lijkt me ook hartstikke leuk. Kleine strop, gewoon van die kleine stropdasjes. Toontje den Dwerg erop. Het hoeft maar heel simpel te zijn. Of een biertje. Kijk, ik heb hier Sjoef. Dat zou Toontje den Dwerg. Kan er gewoon op. Hele simpele dingen zijn dat. Maar het was gewoon geen ruimte voor. Ja, ik werd wel gevraagd om nog... Ze hadden iemand nodig voor sounddesign. Nou, sounddesign. Die zei me niet zoveel, maar... Iemand moest dan vallen. En het geluid van vallen. Nou, daar heb ik wel even over nagedacht. En ik had een mooi geluid. Dat je... gewoon dat je echt viel, zeg maar. Wow, mijn knie. Ik woon hier veel te lang. Moest veel korter. Weet je wat werd? Dat is het enige wat erin zit in de film. Ik sta wel op de aftiteling. Ja, ik kan niet zeggen dat ik er trots op ben. Voor hetzelfde geld stond mijn naam er niet, hoor. Maar goed. Het is klaar. Ik ben blij dat het klaar is. Ja, er had veel meer uitgehaald kunnen worden. Dat denk ik wel. Misschien volgende keer, weet je wel. Elk jaar, volgend jaar is er weer een kans, denk ik.